Centrale bank derft miljoenen vanwege koersmanipulaties. De minister van Financiën heeft een auditonderzoek moeten gelasten van de internationale reserves in beheer bij de Centrale Bank van Suriname. Onregelmatigheden zijn aan het licht gekomen die zich hebben afgespeeld gedurende het bewind van Glenn Gersie als governor van de bank in de periode 1 februari 2016 tot en met 15 februari 2019. Uit cijfers waarover de transparantie overigens stevast geweigerd werd door de ex-governor, blijkt nu dat er financiële transacties zijn gepleegd die voorlopig op zijn minst als dubieus kunnen worden bestempeld. Boven water komen is komen drijven dat in een aantal gevallen de US-dollar verkopen aan Sol voor olieimporten niet langer rechtstreeks door de moederbank ter hand werden genomen, maar via een constructie met de Hagerinbank en de Surinaamse Bank. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.